Nou, Pernilla, dat is nog maar de vraag. Want ook hier op het kruispunt is de informatievoorziening erg sumier. Wat ik je wel kan vertellen is dat het hier achter mij, zoals je kunt zien, op het moment erg rustig is. Er ja, rijden wat auto's zo nu en dan springt een stoplicht op rood, dan wel op groen. Fietsers, scooters komen langs, maar dat is het dan eigenlijk ook wel. Dan was daar natuurlijk nog dat verhaal van die voetganger die door rood zou zijn gelopen. Hè? Was dat nou wel of niet gebeurd? Dat ging dan om dat stoplicht daar. Het is voor mij wat moeilijk te zien, maar de cameraman gaat daar even naartoe. Ik heb daar enkele ooggetuigen over gesproken en een van de ooggetuigen zei ja, er was een voetganger en ja, die is door rood gelopen. Een andere getuige die ik heb gesproken had weer een ander verhaal. Die zei nou, ik heb het niet precies kunnen zien, maar de voetganger is in ieder geval niet door groen gelopen. Dus beide verhalen ja, duiden op een voetganger die door rood heeft gelopen. Voor het overige ja, moet ik eigenlijk zeggen dat het hier business as usual lijkt. Mensen gaan gewoon hun gang alsof er niets aan de hand is en doen dat eigenlijk ook al zo lang. We staan hier toch al een aantal uren, dat je je af gaat vragen van, is er misschien wel gewoon helemaal niets aan de hand? Nou, dat zijn speculaties. Daar kunnen we nu verder nog niet al te veel over zeggen. We gaan er dus gewoon nog vanuit dat er iets aan de hand is. Dan is er nog even een toch wel mooi verhaal van een vrouw die hier in de buurt woont. En die ik vanmiddag vroeg, mevrouw, hoe gaat het met u? En ja, toen zij antwoordde, viel iedereen hier even stil. Want wat zij zei tegen mij, ze zei, meneer, het gaat prima. En ik denk dat dat hier de sfeer op het moment wel typeert. De mensen zijn strijdlustig, zijn niet van plan zich uit het veld te laten slaan. Nou, dan hebben we zojuist nog even geprobeerd contact te zoeken met de burgemeester om een reactie bij hem te krijgen. Maar die wil dat nog niet doen. Die zegt er is nog te veel onduidelijk. Wij wachten dat dus nog af. Hij heeft wel gezegd dat er vanavond waarschijnlijk om 11 uur, 11:30 uiterlijk een persconferentie zal zijn. Waarin ja, de vele vragen die er toch zijn beantwoord zullen worden. Ondertussen wordt hier druk gebaard naar mij dat ik moet zeggen dat wij die persconferentie uiteraard live zullen uitzenden. Dus voor nu sluit ik hier af en vanavond om 11 uur live de persconferentie met de antwoorden. Terug naar jou.